Hallo iedereen en welkom weer bij een nieuwe DIY Christmas. Vandaag hebben we 3 grappige kawaii kerstkaartjes tekenen. Nou, ik ga vandaag beginnen door 2 kopjes te tekenen. En alle 3 zijn een beetje grappig bedoeld, gewoon als kawaii. Leuke kaartjes als doedeltjes die je snel kan maken. Nou, eerst schets ik het uit met oranje en kopjes. Daar ga ik warm wishes bij zetten. Dus 2 kopjes chocomel die lekker naast elkaar staan. Ik gebruik nu een kleine fineliner, dus een micron pen. En dan ga ik alles uitlijnen. En op sommige plaatsen ga ik meerdere keren overheen. En daarna ga ik ze inkleuren met mijn alcoholmarkers. Deze markers zijn super geschikt om leuke doodelkaarten te maken in ieder geval. Om leuke dingetjes te doodelen. En ik vind het hartstikke leuk om zelfgemaakte kaarten aan mensen te geven. Ik kan er eigenlijk van alles mee verzinnen. Ik had 3 leuke ideeën voor kaartjes gezien. Ik denk van die vind ik wel heel erg leuk om met jullie te delen. Nou, dan maken we de oren aan de kopjes. En dan gaan we de slagroom er bovenop tekenen. En het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Het ziet er juist wel heel leuk uit dat het een beetje wat grover getekend is. Zoals Blond Amsterdam vaak is. Dan geven ze natuurlijk nog 2 schattige mondjes en dan schrijven we er warm wishes bij. En dan kunnen we hem zo meteen gaan inkleuren. Nou, ik kleur zelf op een dikke cardstock, dus op dik papier. Waar je dus makkelijk die alcoholmarkers kan gebruiken. Je kunt, deze was een beetje leeg, maar je kunt bijvoorbeeld de alcoholmarkers van de Action gebruiken, die setjes die ze hebben. En ik gebruik die in combinatie met Spectrum Noir. Om een beetje een schuim effect te krijgen. Was deze fineliner wat iets fijn. Ik wil het liever zelf met een iets dikkere fineliner, dat je wat grovere lijnen hebt. Vind ik zelf het leuker eruit zien. En dan geef ik natuurlijk een kopje maak ik groen en het andere kopje maak ik rood. Natuurlijk een beetje om de kerstkleuren te laten zien. En ik begin hier nou met een lichte kleur. Dan ga ik dan de donkere kleur aanbrengen. En dan weer een keer de lichte kleur. Je kunt ook andersom werken. Dus donker naar licht naar donker. Zodat je zelf het fijnst vindt. Nou, heel veel van mijn stiften zijn bijna op, omdat ik vrij veel ermee kleur. Dus ik moet echt snel nieuwe inkt gaan kopen. Het kan gelukkig bij de Spectrum Noirs, die van de Action niet, die zul je met de weg moeten weggooien. Maar die kosten in principe ook heel weinig. Dus de Spectrum Noirs zijn over het algemeen, als je eenmaal bijvullingen hebt, worden ze steeds goedkoper. Dan ga ik dan met de donkere kleur eroverheen. En dan de rest van het kopje. Dan maak ik de oogjes in ieder geval duidelijker door er nog een paar keer eroverheen te gaan, omdat het een echt heel fijn pennetje is. Dus 0,3 volgens mij. Millimeter is echt heel fijne. En de kaneelstokjes nog even kleuren. En dan is deze in principe klaar. En dan kunnen we met de volgende tekening gaan beginnen. Ik gebruik nog een beetje heel licht grijs om een klein beetje de slagroom te kleuren. Dat het lijkt of het daar detail in zit. En dan kun je het altijd nog verder uitwerken. Maar dit zou je bijvoorbeeld ook met potloden kunnen doen. Het is gewoon een heel leuk kaartje om te geven. Nou, dan gaan we met het tweede kaartje beginnen. Dit wordt een Seasons Greetings Card. Nou, seasoning betekent in het Engels, zoals de meeste mensen weten, peper en zout. Dus ik ga een peper en een zoutstelletje tekenen die hand in hand, of in ieder geval schouder aan schouder staan. Met Seasons Greetings erbij. Ik begin dus door 2... het zout en vaatjes te tekenen. Het zijn gewoon simpele vaatjes met de kaart bovenop. 2 grappige gezichtjes erbij. En dit is dus heel makkelijk en heel snel te doen. En dan geef ik natuurlijk aan 2 kanten ook handjes. En daaronder ga ik Seasons Greetings from Us. From Us eronder schrijven. Je kunt van tevoren al een keer uitoefenen hoe je tekenen of niet, hoe je de letters wil hebben. Dat je zeker weet dat je genoeg ruimte overal hebt en dat je niet vreemd uitkomt. Dat is altijd wat ik eigenlijk doe. En deze hoef ik in principe, ik ga alleen een S en een P van peper en zout erop schrijven. En dan ga ik de bovenkant inkleuren. Hij zou bijvoorbeeld ook de achtergrond in kunnen kleuren. En hier doe ik dus eerst het lichte. Donker eroverheen.
Met de schaduw hebben. En dan nog een keer met het licht, hè? En ja, dat is voor jullie die lekker mee kletsen. En bij die andere zelf. En dit is gewoon een hele simpele, dikke cardstock waar die gewoon mooi kleurt. Ik ga me niet altijd druk erop maken of het uitloopt of niet. Dus. Nou, nu is die ook klaar. En dan gaan we de derde doen. Dat zijn, we gaan een happy holiday maken. Dus drie erten in een peulenschil. Dus peas, dus happy holidays. Dus ik ga drie erten tekenen. Het zijn een beetje punny, grappige tekeningen dus. En op een gegeven moment heb ik ook besloten om hem toch ook maar een muts te geven. Dus ik heb gewoon een mutsje erop getekend. En dat is die, als het rode eroverheen is, maakt het toch niet zoveel uit. En natuurlijk de gezichtjes erin tekenen van onze ertjes. En daarboven gaan we een happy holiday schrijven. En het is net of ze eigenlijk in een bootje zitten, maar dan wel de onderkant een beetje van ingedeukt is. Want daar zitten de echte. En dan kunnen we hem ook gaan inkleuren. Ik gebruik er 2-3 kleuren groen voor. Dus de echte is wat lichter en de peulenschil wat donkerder. Dat je ook een beetje in het thema van kerst blijft. Want het is groen is altijd gelukt, dus heb ik het wel. Ik vond hem wel grappig. Natuurlijk een rode kerstmis. Pak ik een iets donkere kleur groen, dan kan ik zo meteen dus de onderkant weer de peulenschil mee inkleuren. En dan gaan we er boven nog zo op de happy schrijven. Dus. Ik begin zelf dan nou in het midden van het woord, dus met de middelste twee letters. En dan ga ik zo naar de buitenkant uit toe werken. Dan vind ik dat ik de mooiste uitleiding krijg. In ieder geval dat is mijn trucje om het netjes te krijgen. Dus aan de ene kant heel veel ruimte heb en aan de andere kant heel weinig ruimte. Zie je, zo staat hij precies in het midden. Dus ik heb het nou extra bewust verkeerd geschreven, dus happy holidays. Dus we hebben een echte feestdagen. Nou, dit zijn mijn drie doodeltjes geworden. Ik vind ze super leuk geworden om kaartjes mee te maken. Ik hoop jullie ook. Dankjewel voor het kijken in deze video. Vergeet niet om je te abonneren om een leuke video te zien. Ik wens jullie allemaal een super fijne dag. En kijk ook naar mijn andere DIY Christmas dagen. Ik hoop dat jullie fijne feestdagen hebben. Veel plezier met knutselen. En onthoud jongens, be unique.